Zo meiden, de hele mouw is klaar, althans wat betreft het bladerpatroon. En je ziet nu dus ook dat het voor deze ene mouw begint het hierboven aan het boord, want dit is je bovenkant. Dan gaat het over naar de schouder en dan beginnen we met minderen in het patroon. En je ziet dus ook dat we constant één blaadje minderen, met als gevolg dat bovenop je arm aan de bovenkant uiteindelijk dit laatste blad tevoorschijn komt. En dat eindigt met een bloemknop. Dan kan het dus zijn dat jouw mouw nog niet lang genoeg is. Maar je ziet dus wel dat dit te breed is. Dus je past eerst de lengte aan zonder de centimeters van het boord. Dus het zal ongeveer een 5, 6 centimeter zijn. Dus dat laat je open. En daarna gaan we zorgen dat dit past. Want je ziet, mijn polsen zijn ook niet zo groot. En dan zo'n grote mouw, ja, dan heb je eigenlijk weinig aan een trui. Dus we gaan eerst eens zorgen dat het aantal steken klopt om een mooi boord te maken. Goed, het boord. Hoe gaan we dit aanpakken? Ik heb inmiddels al een kleinere haaknaald genomen. Dit is gewoon een maatje kleiner als waar ik mee haakte. En ik haak nu in iedere steek, dit is dan mijn beginsteek, daar doe ik even niks mee, haak ik twee stokjes samen, maar dan in vaste. Dus met andere woorden, ik haak twee vaste samen. Op deze manier wordt mijn boord dus kleiner. En dat doe je helemaal rondom. En dan zien we elkaar weer terug bij het begin. En je ziet nu al dat die kleiner begint te worden. Tot zo. Zo, dit waren alle vaste die wat ik samengehaakt heb. En je kunt nu zien dat het al flink geminderd is. In mijn geval heb ik hier nu nog 22 vaste over. En je ziet het dus nog tamelijk breed. Maar dat mag omdat het vanzelf, smaller wordt. Wat je nu gaat doen, dat is, ik heb hier een steek uitgetrokken, dus het is wat minder. Je gaat nu op elke vaste haak je nu een half stokje. Dus op elke vaste haak je nu een half stokje. Helemaal rondom. En als jullie dit klaar hebben, dan zie ik jullie hier bij het begin weer terug. Door die tweede laag erbovenop te haken in de vorm van halve stokjes, zie je dat het nog smaller geworden is, terwijl het stekenaantal toch gewoon hetzelfde blijft. En ik heb nu in ieder geval de dikte van mijn pols. En we gaan nu gewoon verder in stokjes weer, maar dan weer in onze beroemde reliefstokjes. En we haken gewoon een reliefstokjesboord. Dus dat kennen jullie wel, denk ik. Dus we maken eerst weer een nepstokje. Dus dat is een vaste en een losse. Dan zie je dat dit het halve stokje is. En daar ga je een reliëfstokje om maken. En dan weer een gewoon stokje. En dan weer een reliëfstokje. En dat wissel je af totdat je helemaal rondom bent. Dus dit was weer een reliëf. Nou, dan krijg je weer een gewoon stokje. En een reliëf. Helemaal rondom. En dan zie ik jullie bij het begin weer terug. Zo, het boord begint inmiddels vorm te krijgen. Ik heb hier mijn nepstokje al gemaakt. Dus het is een gewoon stokje. Hier is weer een relief. En in elke relief haak ik een relief. En in elk gewoon stokje haak ik een gewoon stokje. En zo gaan we dus helemaal rondom. Net zolang totdat je boord in principe de lengte heeft dat wat je zelf wil. Dus die keuze is aan jezelf. De andere mouw, ja, die heeft natuurlijk geen blaadjesmotief. Dus die haak je gewoon hetzelfde eigenlijk als deze mouw qua minderingen. Alleen zonder de
het blaadjesmotief, dus dat is gewoon alleen in stokjes. Dan maak je het boord af, zoals ik dit heb voorgedaan. En het einde van het voor- en het achterpand, dat haak je gewoon ook helemaal rond door in stokjes. Want ja, dit is natuurlijk ook helemaal klaar. Dus dit haak je gewoon af tot de gewenste lengte, zonder het boord natuurlijk. En dan haak je het boord eraan, zoals we dat net hier bij de mouw gedaan hebben. Dus dan krijg je een relief stokjes boord, wat weer heel mooi past bij de blaadjes. Goed meiden, ik hoop dat jullie het haken van deze trui leuk hebben gevonden. Ik zou het ook zelf heel leuk vinden als ik alle truien terugzie die wat jullie gehaakt hebben op de pagina. Ik zou dat ontzettend leuk vinden om jullie eigen creaties te zien. En misschien tot het volgende gratis project van Creatief met Haken.